Hey, hallo en welkom kijkers van mijn kanaal. Ik heb een video voor jullie van Farming Simulator 22. No, we zijn weer terug. ja. Dit is onze auto. Deze mevrouw hier zei dat de leenauto achter stond, dus die konden we zo meteen weer ophalen. Dan konden we deze weer terugbrengen. Dus laten we deze hoop gelijk weer terugbrengen. Zo, ik vind het wel even goed van. De leverhard quad trailer. Moet ook wel uitgeven. Nee, onze auto wil niet verkopen. Hoeveel kunnen we nog voor die auto terugkrijgen? Wajo! Dat is letterlijk meer dan ik ervoor betaal. Oké. Dat doe ik maar even. Deze trekker. Ik wil eigenlijk wel weten hoe mijn leenauto is. Dus zet ik deze trekker eventjes hier. Nou, die zal meteen kloppen. De deur dicht, zouden dat hij hier achter kan. Ja! Oh, die witte. We hebben gewoon een Dodge gekregen. Of niet? Nee, dat is een Ford. Ook een heel mooi ding. Oh ja, een lizard crusher. Crusher, hoe dat wil noemen. Dat is best lekker geluidje. Jongens. Is dit niet gewoon dezelfde auto als die John had, maar dan een beetje anders? Want John die had zijn bak niet, dan niet dicht en die had er nog geen ding op zijn dak op. Zo, hè? Die uitgeklapt en... Oké! Afdeksel. Oh, ik kan hem hoger doen, hè? Had ik van John dat ook? Vast, maar dan heb ik het opgewerkt. Maar ik zit er lekker hoog neer. Hey, trek hem tot zo. Oh, ik zit niet op te letten. Hij was maar toch wel wat langer. Beter. Ja, dat is beter. De kippies alweer eieren gelegd. Die niet zo zwaar zijn. Want dit is die zware die er al was. En deze. Het is ineens allemaal zo zwaar zijn. Hebben we eigenlijk wel nodig, maar... Misschien is dat te duur, hè? Maar... Hey. Binnen twee dan... Nee? Hoe kost het om een hefstuk te kopen? Goedkoop vind je 30.000. Dat wordt hem niet. En een voorlader. Ik moet zo meteen even kijken of er daar op. Of er op.
Of erop de deur te voorhalen kan. Omdat ik nog een echt grote spullen tellen. Dat er eentje willen voor die trekker. Wat kost het me dan? Iedereen willen voor die trekker. Dat is niet eens mogelijk. Dan wordt het denk ik deze. Die quick. En is er nog eentje van 180 die goedkoper is? Deze die is 180. Die is 12.000. En deze. Dan wordt het de houwe. Oké, nou dan gaan we die. Dus zometeen kopen. En dan plukt nog een pellet voor. Oh, steek hem uit. Dit is gewoon hetzelfde auto als die John had. Alleen als John hem in een andere kleur. En die had grotere spiegels. Die was veel cooler. Dus ja. Oh, ik klink echt raar. Dus ja. Dus. Ja. Staan hoor, hier zo. Kom je zo. Die boerderij was natuurlijk altijd al dit. En nu met een afdakje erbij vind ik echt nog goed. Dan had ik ook dit keer iets van balen gedaan, want dan kunnen we ook het smaakje veel doen. En dan kunnen we dit groentje gaan gebruiken, dit is een balensoortje. Ah joh, oh. Dus dat we nu farmen geen deuk in houden, jongens. En een dier kunnen komen. Oh. Had ik al dik kunnen betalen voor deze auto. Maar dat veld moet ook nog steeds een keer geploegd. Nou, dat doen we morgen. Nee, maar dan zullen we het veel nadenken. We doen dan morgen in de game of morgen in de video. Ik denk morgen in de video. Ik doe een wat kortere video dan normaal. Maar hey, jongens, ik heb gewoon niet zoveel tijd, dus laat mij ook lekker. Ik moet zo weer naar school, dus ik neem dit op rond. Hoe laat is het nu? Het is nu 13 over 8, dus ik moet zo weer ook echt mijn tanden gaan poetsen. Dan gaat ook echt weg. Die dut, die heb ik op slot gezet, dus die kan er wel even naar genoeg zijn. Nou, die ploeg die ligt er ook even buiten, dan moet ik ook nog een. Oh. We gaan niet slapen. Nee, ik ga eerst eten natuurlijk. Dan wil ik wel even heel erg voor kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. Het is een erg korte video, maar hey, soms heb ik dat. Like en abonneer en dan zeg ik tot de volgende video. Laters! Laters!